toch dus niet helemaal het nieuws waar we op hoopten natuurlijk. Wij hebben net een gesprek gehad helemaal, jongens. Dus je paniek gezicht. Wij stonden al te wachten. Oh, dat is echt... Goedemorgen jongens en meiden en welkom op deze regenachtige maandagmorgen. Gadverdere jongens, oké, ik ben gelukkig niet nat geregend. Dit is nog mijn natte haar van de douche, want ik kom eigenlijk echt net uit de douche. Maar kijk eens even naar dit verschrikkelijke bagger weer. Maar, wij hebben net even lekker een ontbijtje gehad. Kijk ze. Lekker, wat gaan we ontbijten vandaag? Croissantjes, zelf gemaakt. Jij wilde er knakworst in. Dus heerlijk. Chudrans. Ik heb zelf dit. Een Starbucksje. Fantastisch. Lekker, zo. Super lekker ontbijt, dus jongens en meiden. Maar welkom in ieder geval deze dag weer bij een nieuwe vlog. Zo, dat kan er niet helemaal lekker uit. Wij zijn in ieder geval weer onderweg terug naar huis. Want we komen dus van de appie af. En dan gaan wij even lekker ontbijten. Vandaag is een beetje een, best wel ook een belangrijke dag voor ons. Door meerdere dingen. We moeten vandaag dus namelijk naar het ziekenhuis toe. Dat is wel pas vanmiddag, maar ik zal daar vandaag ook wat meer over ingaan. Waarom dat natuurlijk is, want we moeten niet zomaar daarheen. Maar we gaan eerst even lekker naar binnen, ontbijten en even lekker de dag beginnen. Hey. Zo, het is echt verschrikkelijk. Gadverdamme. Wat een... Echt een bagger weer inderdaad. Triestig. Ja, heel triestig. Dit is altijd zo lekker. Met lekker croissantjes met worstjes erin. Oh, een van mijn favoriete ontbijtjes is dit. Ik heb er twee zonder trouwens, voor mij. Ja, voor jou. Hoef je geen worstje erin? Nee. Nee, niet? Oh, zo lekker dit. Goudgebruinde croissantjes. Nou, wat een heerlijk ontbijt. Kijk. Sausje erbij. Wat kun jij dat toch lekker maken? Lekker. Ben je een beetje zenuwachtig voor vandaag? Ja, een beetje wel. Alleen, het is het spreekuur, toch? Hè? Huh? Het spreekuur. Ja. Bedoelde je dat niet? Ja. Ik bedoel meerdere dingen eigenlijk. Maar... Ik weet niet meer waar je het over hebt. Het is een spannende dag gewoon. Ja. Maar we gaan eerst even dus lekker dit ontbijtje opeten. Kijk, lekker zo'n worstje erin. Het is echt iedereen aan te raden om lekker een worstje erin te doen. Want dat klinkt zo verkeerd. Zo bedoel ik het niet in ieder geval. En een verse geperste sinaasappelsap. Nou, de reden dat wij dus vandaag naar het ziekenhuis moeten... is dus omdat wij een tijdje geleden hebben wij een heel onderzoek aangevraagd voor onze kinderwens. We hebben het al een keer eerder verteld in de vlog. Mijn vader is drager. Ik kom even naast jou zitten. Dat vind ik even wat persoonlijker. Want het gaat over ons allebei namelijk natuurlijk. Ja. Mijn vader is drager van het gen CF. Dat is een overdraagbare thaislijmziekte. Ja. En jouw moeder is daar ook drager van. Ja. En jouw tante is daar zelfs... Aan overleden. Aan overleden, ja. Inderdaad. Nou, dat is natuurlijk super heftig. Het is ook een hele heftige ziekte. Maar omdat onze ouders dus beide drager zijn, we hebben dit al... In een vlog eerder vertel mij eens even een korte samenvatting. Daardoor kunnen wij dus ook drager zijn. En als wij beide drager zijn, dan hebben we dus kans dat we een ziek kind op de wereld zetten. Nou, als je dat kan voorkomen, dan wil je dat natuurlijk voorkomen. Dus vandaar, wij moeten vandaag echt naar het ziekenhuis toe. Voor een gesprek daar. Wat eruit gaat komen, weet ik niet. Nee, ja, ik denk dat ze eerst de hele stamboom in kaart moeten brengen. Ja. En dan, ik denk pas de volgende keer bloedafname. Denk je? Ja, ik weet niet. Misschien dat ze dus al vandaag bloed gaan afnemen inderdaad van ons. En we hebben dus echt 60 dagen moeten wachten voordat echt we dit konden doen. Twee maanden volgens mij. Een tijdje geleden. Volgens mij net na de cruise. Toen precies net na de cruise. Eén dag daarna zijn we naar de dokter moeten. Van de dokter naar Erasmus. Ja. De wachtlijst. Klopt. En nu zijn we dus aan de beurt. Dus we zijn heel benieuwd. We moeten ook de papieren meenemen van onze ouders allebei. Want die hebben dus wat dingen moeten ondertekenen zodat het onderzoek in gang gezet mag worden. Maar we zijn heel benieuwd. Vanmiddag moeten we dus naar het Erasmus in Rotterdam. Het grote ziekenhuis. Klinische genetica. Ja, klinische genetica. Dat is de afdeling waar we heen moeten. Ja. Wat de... Oké, ik weet niet of het echt op camera ziet, maar het hagelt ineens echt keihard. Buiten. Nee, binnen. Scherp, jij bent scherp. Buiten. Ja, oké, dat hoefde ik er niet bij te vermelden inderdaad. Zo, wat een weertje. Goeiedag hé jongens. Oh! Zo! Oké, ik ga maar snel naar binnen.
Het is tijd voor ons om de deur uit te gaan, jongens. We hebben hier dus de papieren waar de gegevens op staan van allebei onze ouders die ze dus nodig hadden. Dat zijn gewoon, ja, eigenlijk medische gegevens, denk ik een beetje. Zo kan ik het noemen. En die moeten wij dus ook overhandigen aan het ziekenhuis. Wij zitten. En we zijn onderweg naar het ziekenhuis. Het klinkt altijd een beetje naar als je onderweg bent naar het ziekenhuis. Maar in principe kan dat natuurlijk gewoon ook iets heel normaals zijn, zoals vandaag. Tenminste, iets heel normaals. Het is niet helemaal normaal dit, maar... Geen spoed, nee. Dat gelukkig niet. Er ligt niemand van ons in het ziekenhuis op dit moment. Dus dat is allemaal fijn. Het is niet dat we inderdaad op bezoek gaan bij iemand. Het is gewoon dat we ons eventjes gaan laten... Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd. Ik wil zeggen, ja, laten testen. Dat weten we dus niet of we vandaag al bloed moeten afgeven. Dat gaan we straks echt allemaal zien. Ben je ooit in het Erasmus geweest? Nee. Dat denk ik ook niet. Ik volgens mij één keertje. Nee, ik ben echt alleen maar Radboud en ziekenhuis bij mij in de buurt. Radboud, het ligt in Nijmegen, het ziekenhuis. Toch? Ja. Ja, voordat mensen denken, wat is het Radboud? Ik denk dat heel veel mensen het Radboud wel kennen. Ja? Ja, er zijn daar echt heel veel gespecialiseerde artsen. Oké. Okay. Ik zit echt zeg maar achter deze auto. Lin zegt, ja schat, kom op, wel even een beetje doorrijden nu, want anders komen we te laat. Zeg maar, hoe wil je dat ik door ga rijden? Ja. Ja. Hoe wil je dat ik door ga rijden? Kan ik er doorheen? Zijn we op de motor? Misschien kun je even die vleugels uitklappen. Zeg maar, wat was je gedachte toen je dit zei? Nee, ik had geen gedachte. Nee, dat dacht ik al. Ja, dit vloog er gewoon uit. Ja. Ja, ja, ja jongens. Ja, we komen op zich wel op tijd, denk ik. Maar ik kan niet sneller rijden dan dit, want het is redelijk druk op de weg. Begrijp je dat? Ja. Oké, okay, gelukkig. Oeh, daar zijn we dan, jongens. Erasmus MC. Oké, okay, ik moet... Oh, maar waar gaan we naar parkeren? Dan moeten we wel even checken, schat. Ambulance. We zijn niet Erasmus MC parkeren. Dit is echt zo'n ontiegelijk groot ziekenhuis hier in Rotterdam. Naar links. Naar links? Ja. Wij zitten in de wachtkamer. En we zitten ook echt bij de kinderafdeling, jongens. Dus dat is best wel een beetje gekker. Huh? Mijn vriendinnen zijn bij mij zonder mij. Bij jou thuis? Ja. Dat is wel gek hè, dat we op de kinderafdeling zitten zelfs. Ja, gek hè. Ja, dat had ik niet verwacht hadden. Maar het is best wel logisch natuurlijk, want daar gaat het ook over. Dus we moeten wachten. Er zitten ook met allemaal speeltjes en dingen. Ja, mag even grappig. Spelen. Ja. Ja. Wij hebben net een gesprek gehad helemaal, jongens. We zitten dus hier in het eigenlijk bij de spreekkamer. We mogen dus straks gelijk bloed. Zo. Je bent er helemaal van je afgevallen. Bloed prikken. Yeah. Ja, ik vind het eng. Ik haat bloed prikken. Ja, ik ook. Zo mijn stem en alles. Dat gaat helemaal fout, jongens. We hebben dus net eventjes de uitleg ook gekregen natuurlijk van dit, hoe het zeg maar dus zit. Stel wij zijn allebei drager, ja. Dan is dit de kinderkans. Dus of een 100% gezond kindje, 50% ja. Kans op een kindje die drager is en 25% kans op een kindje met de ziekte. Klopt, maar als die dus drager is maakt niet uit, nee, want dan ben je dus niet ziek je inderdaad. Je kan het doorgeven, maar je hebt het niet. Nee. Maar ja, wij hebben allebei wel echt 50% kans om drager te zijn. Dus ja. Dat is wel echt heel spannend. En dat betekent dus, als wij het allebei hebben, dan is er dus 75% kans op gelukkig gezond kind. Wat dus wel heel hoog is. Maar ook 25% kans op een niet gezond kind. Maar we moeten dus nu bloed prikken en dan gaan ze dus dat onderzoeken. En als ik dus bijvoorbeeld niet drager ben en Lin wel, dan is het gewoon al goed. Dan dus. Is het al goed. Ja, één van de twee is al goed. Ja, en anders dan... Zijn er heel veel opties? Ja, gelukkig wel. Dat is wel. Ja, maar niet de meest fijne opties, denk ik. Nee. Dus niet dan, je kan wel biologisch een kind krijgen, op een normale manier dus, maar ja, ook maar gewoon... Met een IVF-traject. Ja, dat is dus een andere optie. Ja. Dus ja, het is toch wel, ja, we schrokken er wel van dat het dus gewoon 50% kans is dat wij het allebei hebben. Nou, jongens, spannend. Lin zegt net dat ze dus nog nooit flauw, of dat ze elke keer flauw wordt als ze bloed prikt. Ja, maar meestal met alle prikken, maar de laatste keer dat ik prik heb gehad ging niet goed, dus ik verwacht dat het nu ook goed gaat. Komt goed, schat. Geen zorgen. Wil je dat ik het aangeef? Nee. Ja, nou, ik weet het niet. Wat is het beste? Denk maar aan de poesjes gewoon. Mag even een vuist maken. Denk aan donder. Donder gaat straks lekker miauwen. Oh, het valt echt mee. Ja? Is het dit al? Ja, nu alleen nog even wachten. Nou, helemaal top. Oh, het valt mee. Het valt echt mee, ja. Nou, het is helemaal niks, joh. Nee, dit voel je echt bijna niet. Ik heb erger gehad. Nou, dat is helemaal fijn. Ik ga ook niet kijken, want als ik kijk, dan ga ik ook een beetje slecht. Je voelt het echt niet. Echt niet. Nee? Nee, zelfs een paperclip die per ongeluk tegen je vinger komt, doet nog meer pijn. Ja, is echt. Of je teen stoten. Ja. Nou, super. Kun je het vasthouden? Ja. Doe er nog even een verbandje omheen. Hey, en niet flauw gevallen? Nee, het doet echt geen pijn. Top. Nou, nu is het ook mijn beurt.
Schatje, het valt zo erg mee. Ik denk dat je echt gaat denken dadelijk, waar deed ik moeilijk over? Het valt echt mee. Ik dacht, hij moet gewoon in de bovenarm. Ik dacht even aan die vaccinatie. Dat is zeg maar als je een vaccin moet doen. Ja, ik dacht automatisch wel. Oh. Als je op vakantie gaat of zo. Yeah. Die vind ik helemaal niet erg. Nee? Nee. Nou, dan ga je deel helemaal niet erg vinden. Ja. Dus je paniekgezicht. Die ken jij, hè? Ja, maar het komt goed. Dus het valt echt mee. Ik laatst die grap uithalen dat er iemand in huis stond. Dat was precies dit. Dat was ook mijn paniekgezicht. Ja, dat was nog erger dan dit. Ja. Valt echt mee. Die was echt helemaal raar. Ja, dit is het al. Eerlijk, het valt mee, hè? Ja, ik vind het niet zo erg. Toch? Ik moet alleen gewoon echt niet kijken. Schat, het valt echt mee. Oh joh, we dachten dat we hier uit van zouden gaan. Nou, is dit het is inderdaad? Hij is nog los. Nou joh. Zit jij naar mijn bloed te kijken? Ja. Die van mij ziet er donkerder uit. Gezonder bloed heb jij. De muggen prik jij toch ook altijd? Ja. Oh schat, dit was het al bijna. Maar toch, ik wil niet kijken, want daar ga ik echt slecht op. Nee, dat moet je ook niet doen. Dat was het al. Top. Ja. Super. En? Is veel mee, toch? Ja. Ja, ik snap toch mijn moeder niet dat zij bloed doneert. Ja, ik vind het hartstikke mooi van hoor, knap. Maar zij doneert gewoon zakken. Alles is gelukt. Ik moet alleen dus nog even deze formulieren afleveren. Toch dus niet helemaal het nieuws waar we op hoopten natuurlijk. Maar het enige wat we nu dus kunnen doen is afwachten. We gaan even een parkeerticket betalen. Kijk, het is dus natuurlijk afwachten met dit. Maar we zijn best wel toch eigenlijk echt wel geschrokken dat de kans gewoon 50% is dat ik het heb en dat Lynn het heeft. Dat is gewoon echt wel hoog. En dan alsnog, wat ik zeg, daarnaast is nog maar 25% kans dat het kind het heeft. Maar ja, dat zou je dus ook met je zowel je eerste als je tweede kind hebben. Ja. Dus het is, dat is wel ook het kut. Zeg maar, als je meerdere kinderen zou willen hebben. Ja, en je moet dan na 8 weken kun je een vlokkentest doen of een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. En dan kunnen ze dus zien of je kindje de ziekte wel of niet heeft. En dan kun je er dus voor kiezen, bereid ik me erop voor of breek je de zwangerschap af. Ja. Dus wij zijn wel echt allemaal serieuze dingen om over na te denken. Ja, dus het is toch even, nogmaals, het enige wat we gewoon echt kunnen doen, dat zei ik net ook al, is afwachten. Want binnen 4 tot 6 weken krijgen we nu dus de uitslag van de bloedafname. En dan weten we dus überhaupt of we zelf wel of niet drager zijn. Nou, als er dan al eentje dus van ons niet de drager is, dan zijn we al safe. Ja. Dus we gaan daar gewoon vanuit. We gaan gewoon met goede hoop dat tegemoet. Ik wil even zeggen, Gio heeft dit kaartje zelf bijgehouden en hij heeft hem nog. Dus ja. Hij leert het wel. Terwijl ik net helemaal chaotisch was door dit allemaal. Ondertussen schijnt heerlijk het zonnetje weer, jongens. Het heerlijke zonnetje. Maar kijk, ondanks dat het bloedprikken best wel goed ging gewoon, het blijft altijd zo eng. Je trekt het verband omhoog door je trui. Oh ja, kijk. Het blijft toch zo'n eng iets, hè? Wat is dat mensen er altijd bed op gaan? Ja, maar het is ook gewoon, ik weet niet. Heel veel mensen kunnen niet tegen bloed en tegen prikken. Ik kan sowieso niet tegen bloed, nee. Echt verschrikkelijk. Ondanks dat je, het is geen pijn, maar het gevoel dat je voelt. Het is gewoon naar. Het gevoel iets dat je voelt in dat er je bloed uitloopt. Ja. Dat is zo raar. Maar jij hebt het dus alleen met bloed. Ja. Ja, ik heb het überhaupt het gevoel dat er een naald in gaat. Oh nee, dat heb ik niet. Want bijvoorbeeld als ik iets moet prikken voor inderdaad, voor als je een vaccin krijgt, voor als je op reis gaat, hier je bovenaan, dan denk je, ja boeien. Maar ik vind hier altijd zo'n nare plek of zo. Gadverdarrie. Ja, ik had bij die amandeloperatie, zat het op mijn hand. Dat is nog nader. Oh. Het zit gewoon op het, zeg maar, dat is gewoon vel. Oh. Ik wil lekker naar buiten, maar het hagelt nog steeds. Wat is dit? Wat is dit? Jongens, dit komen echt gewoon zo, echt plaatselijke bijen over. En dat is dus ook eigenlijk hetgeen waar ik op wil inhaken. Ze zouden dus morgen komen, maar ze komen dus woensdag gaan ze beginnen. Dat komt door de weersverwachtingen. Dat stond ook op de planning namelijk. Van mochten de weersverwachtingen zeg maar in de weg zitten, dan wordt het een dagje uitgesteld. Dus helaas, het wordt een dagje uitgesteld dat ze echt gaan graven hier. En ik snap het ook wel, want het is ook gewoon echt, ja, wat zal ik erover zeggen? Niet best. Nou, durf je dat wel? Oh, Lynn, wat een wond. Wat een wond. Oh. Oh. Zo, nou, die gaat er lekker af. Zo, ik heb wel een beetje spierpijn in mijn arm. Jij?
Ik meen het. Nou, spierpijn mag ik misschien niet zeggen, nee, maar als ik zo doe... Ja, gewoon zo'n irritant pijntje inderdaad. Alleen dat is toch wel raar eigenlijk. Kan je nagaan hoe het voelt als je zeg maar echt veel bloed verliest? Jongens, ik ga jullie iets vertellen. Mijn moeder... Ik ga jullie iets vertellen. Ja, mijn moeder is dus donor. Dus die doneert altijd bloed. Wat ik nogmaals super mooi vind aan haar. Maar ze hebben dus een keer bij mijn moeder per ongeluk gewoon te veel bloed afgenomen. Dus mijn moeder die was gewoon lekker bloed doneren. Die komt thuis. En die zegt... Of die wordt opgebeld en die mensen zeggen... Mevrouw, gaat het wel goed met u? Is mijn moeder zo... Ja, hoezo? Hadden ze blijkbaar iets van 2 liter of zo... Of 2,5 liter afgenomen. Terwijl er zit maar 5 liter in je lichaam, hè? Ja. Dat is toch ja, ziek? Ik ken het verhaal. Echt belachelijk. Zeg maar, ik vraag me dan wel af... Waar zit dat punt dat je te weinig bloed in je lichaam hebt? Is dat wanneer je nog maar 1,5 liter over hebt? Ik weet niet, want een mens heeft 5 liter bloed. Oh, en ik word er weer helemaal naar als ik over bloed praat. Gadverderre, jongens, ik weet het echt niet wat het is. Ja, dat was wel heftig. Dat was, die mensen hadden gewoon een fout gemaakt. En die had toen achteraf pas mijn moeder opgebeld van... gaat het wel helemaal lekker met u? Zo, so, what the fuck? Wat? Wat? Ja, ik zie het. Zo. Hé, dit is niet... Wat? Schat, dit is niet normaal. Wow. Dit is echt niet normaal, hoor. En net staat de zon te schijnen. Dit is echt Nederland, hè. Vier seizoenen gewoon in één dag. Wat? Kijk eens even. Hoor het eens even tikken ook op dat dak. Oh. Hé, hey, het stopt weer bijna nu. Zo, kijk eens ook in die vijver daar, bij die vissen. Check eens, die krijgen al die hagelstenen op mijn kop. Ja, zoals Lynn het net al zei, het is echt Nederland. Het is echt Nederland. Je kan je toch nu bijna niet voorstellen dat het net gewoon keiharde zieke hagelstenen waren. Zo, nou wij gaan weer lekker de auto hier in. We gaan even lekker wat eten. We gaan dus uit eten sowieso met elkaar. Dus dat wordt wel gezellig. Niet weer mijn oplader doen, hè? Slopen bedoel je? Oh, je doet het met liefde dicht. Met gevoel. Ja. Oké. Okay. Jij bent echt een suppertje. Ja, maar jij daagde mij uit. Ik zet het muziekje aan. Dus Lin begint te zingen en zegt... Dus ik zeg, doe maar niet. Gooi ze een flesje dus, over me. Dus ik doe zo voor de grap, maar je ging over een heuvel. Maar we gaan uit eten, schat. Maar dat droogt zo. Ja, op. Nu moeten we eerst een kwartier in de auto blijven wachten. Ik blaas hem zo wel even droog. Ja, blazen. Nou, we gaan even lekker wat eten bij het Zalmhuis in Rotterdam in ieder geval. Dus daar heb ik heel veel zin in. Is dit Rotterdam officieel? Ja. Niet waar. Oh, daar komt-ie. Before you go. Kappen? Kappen doe je in het bos. Wat een muziek. Carpaccio, heerlijk. Nou, eet smakelijk. Smakelijk. Geniet ervan. Jij ook. Nou, we zijn weer snel weg. Ah, je ziet het, Lin zijn tranen. Ik ben helemaal emotioneel van. Ja, sorry. Die ruzie was niet bedoeld. Sorry. Oh, nee jongens, dan eventjes heel snel gewoon even lekker naar binnen en naar buiten gaan. Even lekker een carpaccio naar binnen gewerkt en een burger. En ik verslikte hem in mijn eigen spuug. Ja, daar had Lin tranen over. Kijk, zie je het überhaupt op camera? Kijk hè, loop eens niet weg van mij. Loop eens niet weg van mij. Loop eens niet weg van mij. Stop met Lin. Oh. Ja, ik ben toch wel sneller. Het is dat ik niet ga rennen. Hier, ik pak je. Stop eens met weglopen! Hier komen we. Oh, gewoon nog mijn handen op. Nou, wij gaan naar mijn opa en oma, jongens. Even lekker op de koffie. Die heb ik echt lang niet gezien ook weer. Voor de vakantie van Hawaii. Wij staan lekker in de lift. In de lift! Het was een beetje koud buiten. Het was koud, ja. Wat is niet zo achter school? Wat? Wat is hier achter? Ik wil even een foto maken. Nou, maak dan. Kappen met je. Het is toch leuk als ik erop sta? Dat is niet leuk. Moet ik anders gewoon laag gaan, zodat ik ook helemaal niet op je foto sta? Oké. Ja, is die gemaakt? Ja. Fijn. Zou je normaal nooit doen. Doe je alleen omdat de camera aan staat, hè? Ja. Gaat. Alles wat jullie doen. Alles! Wij stonden al te wachten. Oh, dat is eng! Wat een hippe outfit! Hallo! Dat is eng! Is zo, ja, hier staan we met z'n tweeën gewoon. Nee, maar je hebt een mooi shirt aan, Horst. Zo. Is dat zo? Ja? Kaart! Hoi! Hallo, opa. Grappen maken. Oh, leuk. Ja, kijk. Ik zie jou. Ik zie jou uit vandaag. Oh, ja. Ja,
gewoon. Nou, eens even kijken wat hij nou doet. Dan zet hij die camera weer op de grond. Ja, ja. Nou, dan had er wat leuk gebeurd. Dat had ik in gedachten. Ik denk, nou, dan gaan we eens even zitten. Hallo, omaatje. Zo, een beetje donker hier. Nee, niet hoor. Mijn opa die appte mij van de week dat hij iets nieuws gekocht heeft. U heeft een nieuwe auto gekocht. Ja, ik heb eindelijk mijn Ferrari. U heeft eindelijk, laat hem eens even zien. Ik ben natuurlijk 85 en ik denk van op mijn laatste leeftijd. Het werd wel eens tijd om die Ferrari te kopen. Ik heb een Ferrari. Kijk, dat jij op je jonge jaren dat al hebt, 25. Dat ja. Mag ik even mijn koffie uitdrinken? Als het dadelijk koud kan ik erop schaatsen. Is goed. Ik ga wel even wachten, hè? Ik ga wel even wachten. Zo, de lampjes zijn ook even lekker. Maar ik heb wel nog naar jou een appje gestuurd. En dan weet ik niet wat jij allemaal doet, maar dan zie ik heb ik toch helemaal niet gelezen. U heeft naar mij een appje gestuurd? Ik ben weer 3 dagen oud, ik denk, nou ja. Wacht even, nu ben ik wel benieuwd. U heeft gestuurd, opa heeft nu ook een Ferrari. Toen zeg ik, super gaaf. Ja. Hoe groot is die? Van voor tot achter 26 centimeter. Ja, en daar heb ik toch nog wat gezegd. En heel gedetailleerd. Dat heb je helemaal niet gelezen. Oh. Dus. Oh, maar dat lees ik dan wel, maar dan open ik het niet. Oh, dus ik krijg het dan hier. Je bent toch een ramp, debiel. Ja, ik krijg dat dan. Toch een ramp ben jij voor de mensheid. Daar komt hij. Oh, hij staat daar. Nee, maar hij is echt heel gedetailleerd. Maar ik heb precies dezelfde volgens mij. Ja, daarom heb ik hem ook gekocht. Ja. Ik heb de Ferrari 538 speciale. 538? 538, ja. Nee? Nee, dat is de radiozender, opa. 458 speciale. Ja. De Ferrari 538. Is echt heel mooi. Hij is zo gedetailleerd. Giovanni, moet je kijken. Ze hebben zelfs op de remklauwen hebben ze dus Ferrari staan. Oh, ja, dan is hij wel heel gedetailleerd. Kijk of dat is zo. Ja, dat tekentje ook hierop. En hierachter ook. Dat is echt... Ik vond hem zo... Maar is het een speciaal? Ja, het is wel een speciaal inderdaad. Ja, het is een speciaal. Ja, ja, ja. Anders had ik hem niet genomen. Maar waar heeft u die gekocht dan? Nou, ik kwam op het internet ik een site tegen. Even vragen. Lusten jullie cake? Ik niet. Nee, dank dat u wel. Zie je dat? Nee, ik nog. Maar lust je merkpijpje? Ik wel. Maar wel een koekje. Ik lust wel. Chocola. Lust je merkpijpje? Eigenlijk hoef ik niks. Nee, eigenlijk hoef je niks. Ja, we zijn net uit eten geweest. Nee, lust wel cake. Ja hoor. Ik zag zomaar toevallig een website waar... Toen dacht ik van, nou, met auto's, weet je wel. Want ik ben natuurlijk al heel lang aan het zoeken of ik niet een Nissan Qashqai kan vinden. Oh, maar die zijn er niet. Die zijn er gewoon niet. Oh, jammer. En ik heb er eentje gevonden in Amerika. Die is vrij prijzig, wel heel gedetailleerd. Dat zou dan over de $100 zijn. Zo. Maar toen zei Jos, opa, dat moet je niet doen. Want als die dan hier naar Nederland komt, dan betaal je bijna net zoveel nog aan inboerrechten. Nou. Nou, voor de mensen die weten waar je een Nissan Qashqai kan kopen. Ik ga hem niet vinden. Een beetje dit formaat. Ja, een beetje dit formaat. Ja. Maar uiteindelijk dacht ik van, toen kwam ik sportwagens tegen. Ja, toen tikte ik in. Deze. 458 speciale. En toen kwam ik op deze. Voor tevoorschijn. Ja, mooi. Ja, dan dacht ik, ja, die wil ik. Ik ga hem kopen. Ik krijg hier mijn favoriete drankje van opa en oma. Hey, dankjewel. Plas. Ja, daar lijkt het op, hè? Appelsappie. Appelsappie. Plas van opa. En jij hebt plas van opa. Nou, zonder plas, hoor. Dat hoop ik niet, jongens. Ik zit al de hele tijd, jongens, tegen dit aan te kijken. Wat? Oh, zo. Ja, wat is dat? Is dat als ik in de buurt kom? Huh? Als, nee, joh, dat is gewoon een appje. Wat is dit eigenlijk? Is dit iemand, een bekend iemand, of is het gewoon... Nou, nee, hoor, die hebben wij in Italië gekocht. Omdat het mooi was. Zo'n Italiaanse schone daar. Meer niet. Nee, nee. Oh, ik dacht misschien is het een bekend iemand of zo, nee. Ah, nice. Oh, jongens, de juice-kanalen van tegenwoordig... Of nee, eigenlijk de oude juice-kanalen zijn dit, de privé. Oma, u leest dit altijd, of niet? Ja. Waar gaat u dan... Wat vindt u dan helemaal lekker om te lezen? Ja, eigenlijk alle roddels. Ja, maar zijn het roddels. Ja, ja, is dit wat allemaal in deze privé staat, is dat nou waar? Of is het gewoon, zijn dat echt roddels, inderdaad? Nou, er zijn sommige dingen best wel waar, want dat zijn er wel verhalen die je dus, dus best wel als waar kan betitelen, maar... Heel veel ook gewoon... Zou ook niet kunnen zeggen van, wat is dan niet waar? Het staat toch ook een beetje te bekend, omdat er heel veel verhalen in staan die niet waar zijn, inderdaad, toch? Nou, ja, dat staat het wel. Dat is echt... Maar ja, dat is ook met de online dingen. Ja, dat bedoel ik. Dit zijn echt de juice-kanalen gewoon van vroeger. Maar ik afvraag, is het wel up-to-date? Want zo'n blad wordt natuurlijk echt wel de tijd voordat hij gepubliceerd wordt gemaakt. Niet up-to-date. Dan is het alweer kan. Nee, echt... Maar voor oudere mensen is dat best up-to-date, denk ik. Zeg maar, die denken dan wel helemaal van... Als je dan je tv aanzet, bijvoorbeeld. Ja, dan zie je eens wel andere dingen. Ja. Liggen er echt heel veel hier. Oh, zo! Oma!
U bent een verzamelaar. Ja. Ja, nou, dan wil je niet weten hoeveel er al in de prullenbak gegaan zijn. Ja. Ja. Privé. Dat is een stapel. Echt? Tuurlijk. Iedere week, ik heb hem al. Vijf jaar. Zo. Grappig. Ja. Wat lachen jullie. Maar dat is inderdaad helemaal oud nieuws natuurlijk. Ja. Allemaal in ja. Maar wel leuk als je lekker op de bank zit. Ja, ik kan wel een beetje. Yeah. Het is ook wel vermakelijk. Hier bijvoorbeeld van Patricia Pij. Wat zie je af dat daar hierin staat? Dat hadden wij een week voor die tijd al op de televisie gezien. We zitten nog even te praten en mijn oma die heeft. Mag ik vertellen dat u slaapproblemen heeft? Dat u slaapproblemen heeft? Ja, al jaren. Al jarenlang. En oma heeft alles geprobeerd. Zelfs naar een slaapcoach geweest. Nou, ik wist niet eens dat het bestond, een slaapcoach. Ja. Maar ik weet niet meer wat hij deed, want het is al een aantal jaren geleden. Maar dan gaat hij gewoon inderdaad... Praat ze eigenlijk hoofdzakelijk. Maar u heeft echt van alles al geprobeerd? Alle medicijnen die er zijn voor om te slapen, helpt allemaal niet. Pleisters op je polsen, hielp niet. Nou, resistent tegen alle pillen bent u ondertussen. Ja, ben ik ook. Slaappillen hebben dus geen zin meer. Ja. Echt van alles. Dus als iemand nog een gouden tip heeft, hé, je weet helemaal nooit. Nou ja, misschien zeggen ze dadelijk wel proberen een rubberen hamer. Ja. Wat? Een rubberen hamer. Oh. Ja, een rubberen hamer. Ja. Dat zeg jij wel eens, ja. Ja. Maar ja, dan zijn de tips welkom, jongens. Want ja, mijn oma is een beetje een einderaad, dus... Ja, het is een einderaad, ja. Maar u slaapt echt, want u gaat dan om 12 uur naar bed, maar u komt soms gewoon pas om 4:30 in slaap. Om 4:30. In slaap, ja. En dan gaat u... En als het mee zit, 3:30. Ja. Oh, en de opa vertelde dan dat oma hier gaat zitten in die stoel. En dan gaat ze naar buiten kijken. En dan gaat ze alle lichtjes tellen. Maar oma, heeft u een keer onthouden hoeveel lichtjes het zijn? Of, Nee, want de andere dag gaat ze rennen. Oh, dus je bent nog steeds bezig. Al jarenlang bent u alle lichtjes aan het tellen. Ja, het zijn eigenlijk wat lichtjes als je hier naar buiten kijkt, jongens. Dat wel. Nee, maar als dus iemand een tip heeft... Hé, hey, ja, wie weet. Ja. Maar dan wel een gouden tip, hè? Ja, ja, ja. Wel een gouden tip. Geen koffie drinken s'avonds bijvoorbeeld. Nee. Express niet. Alles. En gewoon een dikke... En slaapthee, hè? Want je hebt speciale thee. Klopt. Daar word je slaapthee. En een dikke scheut met wodka? Nee. Dat hebben we ook geprobeerd. Ja, oh, ja, heeft ze wel, heeft ja, allemaal wel geprobeerd? Een... Ja, hebben we wel geprobeerd. Nee joh, we hebben een keer dat je ging slapen. Toen was op een verjaardag dat je een drankje nam, wat je wel, weet het nog? Ja, wat was dat? Honingrum. En toen ging het goed. Ja. Nou, ja, toen ging het goed, maar of dat dan met die honingrum te maken had, dat weet je van. Nou, ik zou zeggen, nog een keer proberen. Ja, dat hebben we gekocht, maar dat werkt niet. Oh, dat werkt ook niet. Oh. We hebben het even over namen. Ik heet natuurlijk eigenlijk Giovanni, maar mijn bijnaam is Gio. Zo noemt eigenlijk iedereen altijd me. Maar oma, uw bijnaam is... Ja, eigenlijk is... Aldegonda. Uw echte naam is Aldegonda. Aldegonda Antoinetta. En dan? Maria. Maar u noemt zichzelf Gonnie. Gonnie, ja. Omdat Aldegonda gewoon... Aldegonda afkorten, ja. Vindt dat ook Gonda kunnen heten. Maar vindt u Aldegonda nog een leuke naam als iemand, nee, als iemand u zo nog noemt? Nee. Aldegonda. Dat is best wel gek. Ja, ik vind het ook raar als iemand Giovanni noemt. Hebben dat natuurlijk... Die hebben dat voor jou bedacht. Ja. Nou, en Aldegonda, ja, dat klinkt wel te lang. Er zijn ook dingen die ik best wel erg vind. Toen mijn dochter geboren werd, hebben we de Brigitte genoemd. Nou, en hoe noemen ze er nu? Birgit. Nee, Brie. Brigitte. Nee, Brie. Nou, dat smeer ik op mijn brood. Ja. Vreselijk. Ja. Ja. Wij zijn alweer lekker bijna thuis, jongens. We hebben echt de hele avond, het is nu 12 uur 's nachts, of na de hele avond, eigenlijk na het avondeten, hebben we bij mijn open oma gezeten en gezellig gekletst. Was gezellig, toch? Zeker, heel gezellig. Was hartstikke leuk om weer even allerlei verhalen van mijn open oma aan te horen. Ja, mijn oma is 90, hè, jongens. Ze is 90. Dus eigenlijk het enige wat ze heeft op die leeftijd is de slaapproblemen. Voor de rest gaat het gewoon hartstikke goed met haar. Dus als ik zo 90 kan worden... Ja, ik zou ervoor tekenen. Ja, ik ook. Sowieso. Neemt niet weg dat het natuurlijk wel echt, echt heel vervelend is als je niet kan slapen. Het lijkt me ook echt verschrikkelijk. Ik ben blij. Ik heb echt nooit slaapproblemen. Echt nooit. Ik kom altijd makkelijk in slaap. Ja, heel makkelijk. Ja. Ik slaap echt zo makkelijk altijd. Jij slaapt altijd. Ook al heb je bijvoorbeeld die dag niks gedaan en uitgeslapen, je slaapt. Dan ben ik alsnog moe. Ja. Ja, klopt. Ik heb ook echt slaap nodig in mijn leven. Dat is wel echt zo. Oh, dit is echt niet best, hè, jongens. Dit is echt niet best, dit. Echt zo stom. Maar ja, hè? Er zijn, zoals ik al zei, gelukkig ergere dingen die er kunnen gebeuren. Maar het is wel echt heel lullig dat precies die stok zo banden invalt. Als je niet weet hoe dit gebeurt, moet je echt even de vlog van gisteren kijken. Zo, ik zag trouwens ook iemand zijn reactie. Die zei, Gio is blij dat die stang niet tegen je spiegel aangekomen is. Zo,
Daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Dat is wel waar. Als die spiegel uit elkaar geklapt was, dat had pas vuur geweest. Oh, joh. Ah, jongens en meiden, ik ga het in ieder geval lekker hier belaten. Dit was onze dag. Morgen om 5:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. En ja, over 4 weken weten wij hopelijk misschien ook meer. 4 tot 6 weken van de test. Ik heb mijn bloedprikdingetje er ook alweer afgehaald natuurlijk. Maar ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden om te zien. En ook informatief misschien best wel voor deze ziekte die er speelt. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot morgen om 5:30 bij weer een nieuwe vlog. En dan zeg ik nu, later.